mag het weten, maar dus, dat was dus niet gedaan. Dus hij is beginnen bouwen. Het eerste stuk dus, is gebouwd geweest. Dat is goed gelukt. We weten ook wie dat gemetseld heeft. Dat was de metser van op de Moriaan. En dus nu is dat hier toe, maar dat was dus het portaal. Dus dat wil zeggen, de deur zat een beetje verder en dat was gewoon een opening. Dus je kon daar ook binnenstappen. De deur, nu hebben ze die deur naar voren gebracht en hebben ze er ook twee ramen in gestoken. Maar normaal was dat zo'n een overdekte inkom eigenlijk. En dan is ze begonnen met dus een kopie van het eerste gedeelte op het tweede gedeelte te zetten. En toen in 1938 zijn ze moeten stoppen, want haar geld was op. Een beetje misrekend. Dus dat wil zeggen, ik heb dat altijd zo gezien. Zo gaan de weg meer en meer van de natuur in de buurt genieten. Sinds een tweetal weken rijdt ze ook zelf op een fietsje zonder steunwieltjes. Nog een herinnering voor ons allen om in te kaderen in ons voetbalpunt en in ons geheugen. Maar onze mooiste herinnering dateert van 2005. Toen maakte ik met mijn vrouw veel korte wandelingen op het mijnwerkerspad. Ze was door stress overmand, ziek thuis en de rust van het pad en onze gesprekken deden haar deugd. Dus ons boerderij was daar een beetje verderop, maar wij hadden dus land en weiden langs beide kanten van de spoorweg. Dus eigenlijk voortdurend moest bij de spoorweg over. Bijvoorbeeld wat de huis nu staat, was een hele grote weide. En de koeien liepen erop. En s'avonds moesten dan de koeien naar huis gejaagd worden. Want dat was niet met een touw, want er waren een stuk of 10, 12 koeien die moesten getransporteerd worden. Dus dan moesten we dat ook niet doen, juist voordat een trein ging komen. Moesten we allemaal rekening houden als met een graanmolen. Die in de 19e eeuw omgebouwd werd naar de graanmolen. Jean-Baptiste van Damme huurde Johanna van der Zande in 1776, een dochter van Josephus en Maria van Abouddhis. Wordt wellicht wel gepubliceerd. En bij deze overhandig ik het gulden boek eigenlijk van de tentoonstelling aan de gemeente Brakel en hier vertegenwoordigd nu door de voorzitter van de Heemkundige Kring, alsjeblieft. En van de culturele raad van Brakel. En ook van de culturele raad.